Piet, er is hard gewerkt hier. Goh, ik ben hier nog enkele weken niet geweest, maar het is echt alles groeit als kool. En ik zie, er staat niet allemaal kool. Nee, er staat niet allemaal kool. Nee, er staat van alles wel wat. Volgens mij, de laatste keer dat jij hier geweest bent, stond alles ja, op, net aan boven de grond. Ja, of niet? Dat klopt. Maar hebben jullie al wat uit de kast gegeten? We hebben, er is al twee rijen spinazie is al weg. De hek alweer, hier staan nog watermeloenenhekje neergezet. Dus die kunnen nu weer verder. En de rest van de spinazie die zal vandaag of morgen, voor zover dat nog spinazie mag heten, zal vandaag of morgen ook eruit gaan. Maar alles komt op bloei? Ja, het groeit prima. Maar het is hier ook van de week, afgelopen dinsdag was het hier 35 graden hier binnen. Dat is tatsoi. Tatsoi is een bladsoort. Kijk, en als dat nog eens lekker opweert. Hoe smaakt dat? Oh, eigenlijk wel lekker. Ja, wel hè? Ja. Lekker. Dat kun je dus inderdaad ook rauw eten, maar je kunt er ook even smoren. Daar heb ik de laatste keer volgens mij wel over gehad. Ja. Dat is dit geworden. Een lekkere smaak dit. Ja. Ja, ik vind hem ook heel, heel lekker. Kun je wokken? Dan kun je inderdaad wokken. Niet wokken, wokken. Wokken. Ja. Hier heb ik op dit moment tomatenplantjes staan. Die staan daar nu. En dat is, dit is een moneymaker heet dat. Dat is een mooie tomaat waar hij toch wel veel tomaten, mooie normale tomaten af kunt halen. Met dit hele veldje wordt hier tomaat? Ja, praktisch wel zowat ja. Hier heb ik een soort staan, twee rijtjes. Ik heb hier twee rijtjes staan. Ik heb er wat slaat tussen de plant voor de afwisseling. Ja. En dit bent trastomaatjes wordt dit. Wordt dit worden. Het ligt er nog niet erg op, maar komt goed, hè? Komt goed. Ja. Maar wanneer gaan we dat zeg maar ongeveer zien? Nou, dat zal wel een beetje juni, juli. Ja, dan is de meeste tomaten komt dan toch wel. Maar ze hebben het in het begin toch wel een beetje, vind ik, ze wel een beetje moeilijk gehad. Ik heb ze verplant, 14 dagen geleden, ja. En toen kregen we die schrale oostenwinter op. Ja, ja. Daar heb ze toch wel muiten mee gehad. Ja, maar het is nou lekker warm. Het is nou behagelijk. Ja. Aan deze kant heb ik precies hetzelfde Alfred. En daar ik heb daar paprika soorten staan. Dat valt hier veel aan. Ja. En hier heb ik ook een gele Roma tomaat. Dit is een kersttomaat. Dat wordt van die kleine tomaatjes aan een tros. En er zijn nogal wat tomaten. Er zijn heel veel soorten. Maar is de smaak ook allemaal anders? Ja, de een zit meer smaak is wat zoeter als de ander. Tenminste, zo proef ik dat. Dit zijn mijn zoete aardappeltjes die als ik thuis opgekweekt heb. Die heb ik vanaf januari had ik die al op water staan. Ja, daar hadden we ze over voor enkele weken geleden. Ja. En die heb ik hier dus nu in de kast al. Nou, kijk wat we ervan terecht krijgen. En dit zijn ze, wat is het? Ja, deze heb ik hier een rijtje. De knol zit hier nog aan. En dat is een rijtje waar ik de stek van de knol afgehaald heb. Die heb ik op water gezet en dan wortelt die even. En met, met dat plantje ga ik daar dus proberen om daar wat aardappels aan te krijgen. Een zoete aardappel, waar wordt die voor gebruikt? Hij heeft wel iets weg van een wortel. Gewoon een traditionele wortel. Hij is ook een beetje zoet van, hij is ook echt zoet van smaak. Maar je moet hem dan gebruiken als groente? Je kunt hem als groente gebruiken, ja. Gewoon bij de aardappel, een zoete aardappel? Ja. Je kunt hem combineren, zeker. Ik heb hier spinazie staan. Hier heb ik pastinaken, dat is een van de vergeten groentes die ik hier heb. Ja, daar moet het laatst ook over gehad. Laatst over gehad, ja. Dat, die komt allemaal komt mooi op. Hier heb ik rode bietjes. Met uitjes, shallotjes in dit geval. Een rijtje wortels erdoor. Maar weer een rijtje shallotjes. Ook puur voor de bestrijding van piersten en eventueel voor de wortelvlieg. Aan deze kant heb ik de tuinboontjes. Ze staan nu mooi in bloei. Ja.
Vorige keer had je ze, waren ze ongeveer zo hoog, hoor. Ja. De pultjes zie ik. En de pultjes, die gaan ja, zeker tot deze hoogte. Hier hebben wij de asperges die ik thuis opgekweekt heb en 2 jaar in mijn eigen tuin heb gehad. En ik denk, nou, dan gaan ze hier naartoe. En die komen er nu ook door. Volgend jaar kunnen we denk ik toch een paar asperges plukken. Leuk, hè? Leuk. Steken noemen ze dat, ja, niet? Ja, pluk steken, ja. En rabarber zie ik. Rabarber, ja, daar hebben we al wat van geoogst. Daar heeft Wilma, die wil daar een siroop van maken. Of die heeft daar een siroop van gemaakt. Een siroop? Een siroop, ja. Om te drinken dan? Nou, ja. Ja, kun je mengen met water, bijen mengen met water. Net als limonadesiroop. Hier heb ik een pompoenenveldje, wil ik hier tot aan de bonen stokken. Wordt het een pompoenveld. En daar heb ik van alle soorten, toch al meerdere soorten pompoenen staan. Ik heb er een paar gepoord, ja. Ik heb er nog een paar nog in de kast staan als plantjes. Die gaan er de komende tijd de grond in. Dit is een topinambour noemen ze, of een aardpeer. Het is ook een knol, het lijkt wel wat op een aardappel. Dat? Dat, ja. Maar dat is ook een heel mooi spul. En men schijnt van de bloemen, schijn je er ook een hele lekkere siroop van te kunnen maken. Van de bloemen, hè? Ja. Maar er komen knolletjes onder die plant. Er komen knolletjes onderaan die plant. Dus, dan zie je vanzelf, het is een knol die vrij veel... toeters heeft of uitsteeksels heeft. Hij is niet echt rond. Hij is niet echt rond, nee. Hij is niet zo glad als een aardappel, echt nee, niet. Nee. Hij is heel grillig van structuur van aan de buitenkant. Nou ja, dat gaan we zien over een tijd. Ja, dat doen we. Hier zijn we de stokbonen, hè? Dat zijn Bolotti-bonen, heb ik hier vooraan staan. Daar staan Blue Hilders. Dat wordt een paarse boon. Ik van mij de vorige keer gewoon een normale spersieboonlengte. En daarnaast heb ik echte snijbonen staan. Dus die worden groen en worden echt lange, mooie lange peulen. Drie soorten. En dan heb ik in de kast wil ik nog een kousenband zetten. Ik heb nu op dit moment staan de groen. Ik heb ook nog een paar mooie rooien. Die moet ik nog zaaien. Ik wil nog wat stambonen ik nog zetten. Een mooie gele stamboon. Maar dat kan nog. De temperatuur is dan ook een beetje naar een boom te zetten. Hier heb ik kool staan. Ja, dit wordt die Romanesco moet dat worden. O ja. Ja. Dus dat waren, ik heb ze in de kast staan als plantjes. Ik heb ze opgekweekt. En ik heb ze nu vorige week ze naar buiten gezet. En het is de bedoeling om tot aan dat gele paaltje en het spul waar, ik weet niet of het met de camera zichtbaar kunt maken, maar daar komt gras op. En vanaf het gras tot aan dat gele paaltje, daar wil ik ook koolsoorten neerzetten. Bruidkool, witte kool. En groene kool nog, ja. Hier heb ik wat knolvenkel staan. Dat heb ik ook net zo gezaaid als de koolsoorten thuis. Ja. In een vierkant potje. Ja. Ik heb wel een voorbeeld in de kast houden. Kijk Alfred, dit is wat ik net bedoelde over die blokjes. Die blokjes die kan ik zelf maken, daar heb ik een persje voor. En dan druk je er gelijk een klein gaatje in en dan kun je een zaadje in stoppen en dan dit moet dan venkel worden, komt er ook mooi uit. De rest is nog een beetje schraal zo gezegd, maar wie weet komt dat nog. Het moet ook een kans krijgen. Ja, zeker. En het gaat ook niet altijd zoals wij denken dat het zal moeten. Ja. Nee, het blijft natuur. Ook niet alle zorgen met zo'n kiemkrachtig dat ze ook echt te veel schiet kunnen komen. Dus ik heb op die manier gezaaid en ik heb thuis eigenlijk nog
nog een portie, die moet er ook nog in. Maar dat is ook nu de tijd voor om dat te zaaien, want dat is dat kan eigenlijk geen kou hebben. Dat is, in deze temperatuur is veel beter. Maar dit is dus de witte kool die we, oh ja. En de groene kool. En dan rijd je rode kool. Ja, dan kom je weer bij de sla en dan heb ik hier de schorseneren. Daar zie ik peterselie. Er zitten een paar polletjes peterselie, ja. Ja. En dan krijgen we rode kool. Ja, de rode kool staat daar, Alfred. Oh, wat is dit dan? Dit was die flower sprout, heette dat. Oh, ja. Ja. En die is mooi aangeslagen. Die doet fantastisch. Dus dat zal ook vast worden. Dan zijn we bijna rond. Hier heb ik nog wat gele bietjes, gele bieten staan. Dat is wat anders dan rood. Smaken ze wel hetzelfde? Nee. Persoonlijk vind ik een rode biet lekkerder. Er zit meer de bietsmaak aan. En waarom dat in zit, daar heb ik geen verklaring voor. Nee. Maar ook smaak is weer persoonlijk, hè? Heel persoonlijk, ja, heel persoonlijk. Ja. En hier hebben we bleekselder. Ja, dat is iets kuts te zien. Ja. Daar zo. Maar dat, ja. Dan gebruik ik nog stoofgroente, hè? Bleekselder, hè? Dat doet ook in de salades, doen wij het. In de salades, want je kunt het rauw eten, ja. En, lekker. Het is eigenlijk een veelvuldig gebruikte groentesoort. Het is ook een groentesoort. Ja, hier hebben we sneeuwwiet in alle kleuren. Rainbow heet die. Dat is een rode, gele en een groene. Die zit door elkaar. We gaan kijken wat er wat de overhand heeft. Over het algemeen vind ik de rode toch wel de overhand. Hoor. Die is blijkbaar toch wat sterker. Ja, okay. En dan de aardappels. Wat voor aardappel is dit? Dit is een Mozart. Het is een nieuwe aardappelsoort. Hij is er al wel een paar jaar. Stevig? Het is een lekkere, stevige aardappel. Mooie rode, rood van kleur aan de buitenkant. Hij is wat gelig aan de binnenkant. De aardbeien, ja. Bij wat ik de vorige keer heb gezien, was het dat nu echte planten worden. Ja. En ik denk als we het weer zo een beetje houden, dan zullen we nog heel veel aardbeien plukken hier. Kruiden gaat ook goed mee, ja. De salie, er zit al een mooie bloemknop mee. Die bloeit hartstikke mooi straks. Ik had eerst van plannen om hem te stekken, maar daar ben ik eigenlijk al een beetje te laat mee. Volgend jaar weer? Ja, of in de loop van nadat hij gebloeid is. Dan... Oh, ja. Maar het is een hele verandering, Piet, vergeleken bij enkele weken terug. Ja. Ik hier langs de afscheiding met de wijngaard heb ik nog een Oost-Indische kers hier gezaaid. Dus die komt hier nou op. Oh, dat is ook mooi fleurig. Daar zo. Eigenlijk tot aan dat bamboestokje. Ja. En dan heb ik daarachter. Ik heb nog een rij zonnebloemen gezaaid. Okay. En die komt er ook weer. Kijk. Oh, ja. Die? Ja. Die? En daardoor. Ja. En daar komt daarnaast heb ik alleen zonnebloemen staan. Dus het is geen Oost-Indische kers. Ik heb hier achter de Oost-Indische kers heb ik een soort staan, daar kun je echt bloemen van plukken. En dan loop je op meerdere plekken en loopt die weer uit. De andere, dat is echt een zogenoemde reuzenpomp zonnebloem. Dat wordt dus echt een lange stengel van 3, sommigen kunnen maar 4 meter hoog worden. Hè?